Arm is Allee Wonen is een onderdeel van Allee Wonen, een woningcorporatie met 2 vestigingen en we hebben ongeveer 20.000 verhuureenheden. In de wijk de Kroeven zijn we bezig met herstructurering. Dat houdt in dat daar woningen gesloopt worden voor nieuwbouw en dat de woningen gerenoveerd worden, zodat ze weer 40 jaar mee kunnen. De bijzonderheid aan deze renovatie is dat we renoveren op passiefhuisniveau, dus met een hele hoge energetische waarde. VDM is aannemer en verantwoordelijk voor de houtsysteembouwelementen. Wij isoleren de wanden met cellulose isolatie. Dat is een dampopen product, ook ecologisch en zeer geschikt voor passief huis. Het heeft een hoge mate van warmteaccumulatie en in Duitsland gebruikt men het al decennia lang. Dus daar hebben wij ook onze kennis vandaan. We gebruiken in de 246 woningen 2 methodes om de woningen op passief huisniveau te brengen. Dit is gedaan om voor onszelf te kijken welke methode het beste werkt. Onze voorkeur gaat uit naar de prefab methode van 505 ten opzichte van het traditionele uitvoeringsproces van 506. Er is een betere garantie op de luchtdichtheid omdat bij prefab de meeste aansluitingen in de fabriek gerealiseerd kunnen worden, waarbij de uitvoering secuurder kan gebeuren dan op de bouwplaats. De woningen worden in bewoonde situatie gerenoveerd. Op één dag worden alle gevelpanelen en alle nieuwe dakpanelen aangebracht. Door de leergang van dit project weten we dat het in 3 weken mogelijk is om van label G naar A++ te gaan. Maar we hebben er ook dusdanig van geleerd dat we ervan overtuigd zijn dat het in kortere tijd moet kunnen voor minder kosten. Vanuit deze renovatie hebben we 2 aspecten extra ervaring opgedaan. En die ervaring kunnen we het goed toepassen bij de nieuwbouw. En dat zijn het luchtdicht maken en het verwerken van cellulose. Het luchtdicht maken willen we meer geprefabriceerd gaan aanleveren. Er is een behoorlijke achterstand in Nederland ten opzichte van de landen om ons heen op het gebied van duurzaam bouwen. Als je bekijkt dat wij met ons renovatieproject met 246 woningen op passiefhuisniveau op dit moment eigenlijk de enige zijn die zoiets realiseren, tekent dit wel. Ik denk dat dit komt doordat in Nederland de bouw altijd nog een hele traditionele sector is waarin innovatie moeilijk voet aan de grond krijgt.